De interlandperiode is in volle gang en dus een mooi moment voor FC Utrecht voor een oefenwedstrijd. Mannen van Jans die zijn afgereisd naar Nijmegen om te oefenen tegen NEC. In het Goffertstadion waar zo'n 3 weken geleden pijnlijk met 3-0 werd verloren. Openingsfase van de wedstrijd, mooie opening van Sandler naar Verdonk. Die behoudt het overzicht, schotkans voor Kodai Sano. Maar ook een prima redding van Matthijs Branderhorst. Dit is een wat nonchalante controle op de buitenkant van de voet bij Magnus Matsson. Raakt de bal ook kwijt. Via Bostogan en Labiat is dit Descott. De Belg die zeer koelbloedig blijft. Wat heet. Dit is een prachtige afronding. In het dak van het doel geschoten. Robin Roes, doelman van NEC, kansloos. In de stand na 10 minuten 0 tegen 1. Seuntjes en Labiat. Mooie 1-2 en bijna de inglijdende Azarkan met de tweede. Zo zijn er toch leuke mogelijkheden. Zeg maar gerust goede kansen die Utrecht in deze openingsfase creëert. Van der Marel heeft de bal afgegeven aan Azarkan. Buitenkantje van de voet. Descott gezocht. Maar doelman Roefs gooit heel zijn hebben en houden in de strijd. En keert dus ook. Van der Marel met balverlies. Dost komt in balbezit in deze positie. Weet je wat hij kan? En wat hij in dit geval ook doet. Ja, prima afronding. Doelpunt dat wel een beetje cadeau wordt gegeven. Maar de stand aan halve spelen dus 1 tegen 1. Hier Dost met de balverlies na miscommunicatie. Azarkan met het schot in de korte hoek. Daar zit Roefs nog met een handje aan. Dus een hoekschop voor FC Utrecht. Corner wordt genomen door Seuntjens. Dat is heel goed gezien. Bostogan vogelvrij en heerlijk afgerond. Ja, we weten dat Can Bostogan veel kan. Vuile meters maken, duels aangaan. Mooie paasjes geven. Maar dit zien we hem toch het liefste doen. Zeer vrij afronden. Gaan we naar de tweede helft bij dus die 1-2 stand. Isaac Liedberg onder andere in de ploeg gekomen. De Zweed ook met een kopkans. Maar recht op Robin Roefs afgekopt. Ja, hier lijkt Liedberg misschien wel te schrikken van de tijd en de ruimte die hij krijgt. En is hij ondertussen met Dost. En Koki Ogawa. Ja, ook hij doet te weinig met de tijd en ruimte die hij krijgt. In het toch wel attractieve tweede helft te noemen. Hier weer een kans voor Liedberg. Maar aan de echte finesse in de 16 ontbreekt het dus vooralsnog. Goed de ruimte gezien bij Kelvin Verdonk. Linksback met de voorzet en weer Ogawa met een kopkans. Staat hij toch goed vrij. Maar verder niets gedaan met die ruimte. Dit is ondertussen Jensen. En via Labiat is dit weer Liedberg. Maar die heeft het vizier in deze tweede helft dus niet op scherp. Eindfase van de wedstrijd. Nog een fraaie poging van Robert González, de Spanjaard. Maar wederom een heerlijke redding van Matthijs Branderhorst. Eindstand in Nijmegen 1 tegen 2. Maar Yannick Lelindal na zijn eredivisiedebuut in Volendam nu ook zijn eerste volle 90 minuten in de hoofdmacht te pakken heeft. Ik mag natuurlijk mijn debuut maken tegen Volendam. Ja, dat is een moment waar ik heel lang op wachtte. En, ja, ik ben gewoon super blij daarmee. He made a good game. Really positive. But yeah, he also he get the experience now and he has to keep the level and take it also into the training. Ik denk door de jongens, zeg maar, de steun die je krijgt, helpen je gewoon en zetten je neer. Dus het is niet echt moeilijk om je dan aan te passen. About your goal, is it just training theory? No, I was free, so Mats was seeing me. Nobody was standing by me, so yeah, I took a shot and it's a goal. Is Ron Jans dan iemand die al heel veel dingen meegeeft? Of vooral ga uit van je kracht en we weten wat je kunt? Nee, natuurlijk geeft de trainer ook altijd wel wat dingen mee die beter kunnen. Dus ja, die dingen probeer ik dan gewoon elke dag weer op te pakken. A win. It's really important today. Good feeling for the next week against Ajax. And yeah, there was a really good moment today. With the ball, against the ball. And we have to keep this in, for the other week. Wat beslissender proberen te zijn met assisten. En ja, dat eigenlijk. Maar het komt wel. Altijd kritisch blijven, maar ook een beetje trots zijn, oké? Ja, natuurlijk. Zeker.